Basic Fit. Go for it. Hey, Nasreen Knops hier en welkom bij de Basic Fit podcast. Wij maken dit om jullie te inspireren, om bij te praten, om jullie extra te motiveren. En dat doen we met interessante en heel inspirerende mensen uit te nodigen. En vandaag is dat een 23-jarige jonge kerel die nogal wat verwezenlijk heeft op de judomat. Zo is hij vice-wereldkampioen en Europees kampioen. En dat is natuurlijk niemand minder dan Matthias Kassen. Goeiedag, Matthias. Hallo, goedenavond al. Alles goed? Ja, alles gaat goed eigenlijk. Alles in orde. We hebben elkaar in mei ook al gehoord. Mm-hmm. Daarna is er wel wat gebeurd, maar daar gaan we het zo dadelijk even over hebben. Want we gaan het ijs wat breken met een paar stellingen. Is dat oké? Okay? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Opstaan voor of na 8 uur? Voor. Oké. Okay. Echt? Ben je zo'n vroege vogel? Opstaan om 7 uur. Oké, echt? Nee, dan moet ze mij echt nog niet lastig vallen. Oké, winnen door vals te spelen of verliezen? Verliezen dan. Oké. Vlees of vegetarisch? Vlees. Je hebt dat ook nodig, hè, voor proteïne en zo. Oh, vegetarisch is ook wel oké, maar af en toe een stukje vlees, dat mag wel. Ja, ik vind dat ook. Oké, sporten voor of na het ontbijt? Na het ontbijt. Oké. Praten of zwijgen? Zwijgen. Ja, ben jij stille? Ik luister liever dan dat ik moet babbelen. Nee, je mag. Snoezen of meteen uit bed springen? Meteen uit bed. Maar jongen, we zijn echt totaal tegenovergestelde. TV of gsm? Gsm. Oké. Okay. Nooit meer alcohol of nooit meer uit eten? Nooit meer alcohol dan, ja. Ja, bij mij ook wel. Wat is zo uw favoriete alcoholische drankje? Dat mag ook iets zoets zijn eigenlijk. Ja, bij mij ook wel. Ja, van een cocktail of zo. Ja. Is er een voorkeur van cocktail? Niet echt, nee. Whisky sour, dat drink ik al eens af en toe. Dat is lekker. Heel zoet, maar hij heeft wel iets. Ja, dat is waar. Dat is ook lekker. Als ontbijt, heb je liever yoghurt met fruit of spek en eieren? Oh, spek en eieren. Snap je. Liever kerst vieren of oudjaar vieren? Kerst, dat is gezellig met de familie. Dat gebeurt niet vaak bij ons, dus. Nee, en laten we hopen dat het dit jaar... Ja, ik hoop het. We zullen zien. Maar zeg, Matthias, even... Hoe gaat het met jou? Want ik hoorde dat jij een hamstringblessure hebt opgelopen. Ja, ik had dus een scheurtje in mijn hamstring. Mm-hmm. Dus initieel leek dat niet zo erg, maar op de controle MRI bleek het dat er nog een scheurtje in mijn pees was, die aanhecht aan mijn bil. En dat geneest iets trager omdat er minder doorbloeding is. Mm-hmm. Dus daarmee dat ik iets langer oud was dan voorzien. Want jij ging normaal de Grand Slam in Budapest doen, maar die heb je dus moeten opgeven dan. Ja, dat is dus... aan mijn neus voorbij gaan. Had je meteen het gevoel toen dat er iets misliep met je hamstring van fuck, het is niet goed? Ja, dat was kort voor 2 weken voor de Grand Slam. En de trainingen zijn dan echt heel hard om te zien dat ik 100% voorbereid ben. Mm-hmm. En toen had ik het voelde, ik voelde echt wel iets knakken. Dus ik dacht wel dat het iets serieus was. Daar word je niet zo happy van, inderdaad. Nee, dat kan ik mij inbeelden, want ja, wat heb je dan moeten doen? Hoe gaat die revalidatieperiode in zijn werk? Of moet je dan vooral Eerst en vooral moeten we weten wat dat juist is. Dus ik heb zo snel mogelijk een echo geregeld, samen met de kiné dan. Echo doen en dan pas kunnen we beginnen met de revalidatie, want dan weten we wat dat is. Toen leek het enkel die scheur in de hamstring te zijn. Dat was ijs liggen. Kin heeft wel mobiliteit gedaan. Mijn been gewoon losgemaakt, alle spieren daar rond, dat die hamstring echt goed kan genezen. Initieel ging dat ook heel goed, maar het bleef nog een beetje pijn bij bepaalde oefeningen. En dan hebben we een controle, een MRI gedaan. En toen bleek dat die pees ook wel ingescheurd was. En dan moeten we een beetje de revalidatie aanpassen. Hebben we terug wat minder judo gedaan en wat meer kiné. Ja. En nu is het voldoende genezen om terug te vechten.
Oké, okay, dat is dan toch positief. Dus dat is een goed einde aan een verhaal. Maar nu, vorige keer dat we elkaar spraken, zaten we ook in quarantaine. Nu zitten we dus terug in quarantaine. En toen kon je je nog wel bezighouden, zei je. Maar hoe zit dat nu? Weet je nog wat toen? Ja, nu zijn de regels iets duidelijker ook voor ons als topsporter. We weten wat we mogen doen. En ik kan ook in een beperkte bubbel trainen. Ja. Dus ik heb me bezighouden met de trainingen. En nu ook in aanloop van het EK heb ik genoeg te doen. Oké, okay, maar dat is leuk. Want de vorige keer dat we elkaar spraken, was je aan het studeren voor je examens. Hè? Ja. En hoe is dat gelopen? Ja, mijn examens, ik ben op al mijn examens erdoor vorig jaar. Dus dat is goed. Dat is goed. En moet je nu nog studeren? Of? Ja, aangezien dat de spelen zijn verzet, heb ik ook mijn studietraject iets aangepast en ik mik erop om januari 2022 af te studeren. Nice. Dus nu heb ik nog wel wat studies te doen, ja. Ja, maar dat gaat helemaal goed komen, ik ben er zeker van. Ik heb er vertrouwen in. Voilà. Zeg, Matthias, er zijn ook een paar vragen van onze luisteraars, onze podcastluisteraar binnengekomen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Lucy die vraagt, ik zag een video waarin Japanse judoka's trainen met een mondkapje. Doen jullie dat ook? Ja, ik heb ook gezien dat ze in Japan met mondmaskers trainen. Hier is dat niet nodig, ook omdat we met zo'n beperkte bubbel. We trainen nu met 5 mensen samen. Dat is helemaal niet zoveel. Nee. En wij mogen wel contact hebben met elkaar, dus wij hebben geen mondmasker nodig. Het is ook nog wel moeilijk om geen contact te hebben in judo, hè? Ja, in de eerste lockdown moesten we dan trainen zonder contact. Dat is met elastieken en zo, maar dat is helemaal niet hetzelfde. En voor judo is dat niet praktisch, helemaal niet. Nee, dus goed dat dat inderdaad veranderd is. Ja. Matthias, Lucas heeft een vraag gesteld. Die vraagt, die video waarin je een auto trekt, ging natuurlijk helemaal viral. Hoe zien jouw trainingen er dagelijks uit? Is dat een onderdeel van jouw training? Die video was ook een leukigheidje, om het zo te zeggen. En ja, dat is voor mij verrassend eigenlijk, dat zoveel is opgepikt in de media ook. En, ja, maar dat is wel plezant natuurlijk. Ja. Normaal is het dus geen onderdeel van mijn trainingen. Al de krachtoefeningen doe ik in de fitness of op de judomat. Maar auto vooruit duwen, dat zit er niet bij. Hoe doe je dat dan nu als je eigenlijk in de fitness moet trainen voor krachtoefeningen? Doe je thuis ook oefeningen? Of, Nee, alles wordt op de topsportschool gedaan. Daar hebben we de judozaal en de krachtzaal en ook dan de kinderruimte. Ja. Daar kan ik al mijn trainingen afwerken. De schema's die worden opgesteld door de coaches en ik moet gewoon uitvoeren. Dat bestaat. Inderdaad. Zeg, Gabriel heeft nog een vraag. Ik kan me voorstellen dat je ook altijd op je voeding moet letten. Past jouw familie zich daar ook op aan? Hebben zij ander avondeten als jij? Het lijkt me namelijk erg lastig als zij pizza eten en jij moet rijst met kip eten. Ik moet nu zeker voor de competitie heel hard op mijn voeding letten. Mijn normale gewicht is rond de 87 kilo en ik weeg min 81. Dus voor elke competitie moet er 6 kilo af dan. Dat is niet niets inderdaad. Dat is ook het minst leuke aan judoka zijn, maar dat hoort erbij. Om op je vraag terug te komen. De mama en papa, en mama kookt meestal in de week, die let er wel een beetje op, maar ik wil ook niet dat zij hun eten aanpassen aan dat van mij. Dus zij mogen eten wat ze willen eten. En ik zal wel zorgen dat ik gezond eet of dat ik iets minder eet dan hen. Ja. Maar in het begin was dat zeker moeilijk. Als dan s'avonds mama en papa een chipkloon eten. Ja. En dan zit ik daar zonder iets. Maar je wordt wel gewoon. En is er zo nooit een cheat day? Dat je zoiets hebt van nu ga ik wel een stuk voor netto eten of zo? Een perfect dieet, dat bestaat ook niet. Er zijn altijd wel momenten dat je denkt, ik heb nu toch wel echt zin in iets. En ja, dat moet je ook doen. Als je te veel ontneemt, ga je echt ook vreedbuien krijgen, dat je niet meer kunt op tegenhouden. Dus je moet hier en daar mag er wel eens iets tussen zitten dat niet perfect is. Oké.
Okay. Nog een laatste vraag van Nadine. Die vraagt, ik ben heel nieuwsgierig hoe jouw vriendengroep eruit ziet. Bestaat die vooral uit topsporters die zijn leven begrijpen of juist niet, zodat hij niet alleen bezig is met sport? Ja. Het zijn vooral judoka's ook. En een hele hoop topsporters ook. Ook een paar van andere sporten die ik leren kennen op de stage of zo. En er zijn ook wel nog een beperkte vriendengroep die niet topsporters zijn of die niet veel met sport te maken hebben. Maar die zie ik natuurlijk veel minder, omdat ik veel met judo bezig ben en vaak in het buitenland zit, als er geen corona is natuurlijk. Ik vind vooral het evenwicht leuk. Met de ene babbelt je voornamelijk over sport, over judo. En soms hebben we daar ook wat genoeg van. En dan is het leuk om met iemand anders over iets anders te praten. En dat kan over alles gaan dan. Ja, dat snap ik volledig. Matthias, wat mag ik jou nog wensen? Nu is een goede gezondheid wel toepasselijk. En ik hoop ook dat zoveel mogelijk mensen gezond blijven. Ik denk dat het belangrijkste is voor nu. Oké, bij deze dan. En misschien heb jij nog wat motiverende woorden voor onze basic fitters die nu thuis moeten trainen? Want het is heel lastig om thuis te trainen. Maar ik denk, voor mij is in ieder geval het belangrijkste dat ik structuur heb. Ook structuur in mijn trainingen. Op voorhand plannen wanneer dat je iets gaat doen. En dan ga je er ook veel gemotiveerder zijn. En ga je klaar voor zijn om je training effectief af te werken. Alright, dat is duidelijk. Dankjewel Matthias dat ik jou even mocht spreken. En succes, hè. Toi, 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 ook met examens en zo. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Tadaa. Doei.